in deze nieuwe video. Deze video is weer even iets anders, weer een unboxing, maar dit keer niet van technologie. Maar eigenlijk weer voor iets compleet anders. Namelijk, Gunner, hier staat gewoon MLG, maar Gunner Gaming Eyewear. Computer Eyewear, maar dit komt uit de game series. Hier zet MLG op, omdat ik een MLG bril heb gekocht. Ik heb dan ook de MLG Phantom Gloss Onyx Amber, oftewel dat zijn de kleuren dus. Eigenlijk gewoon zwart met gele glazen. En om te beginnen, het is op zich best een mooi doosje. En ja, ik ga nu eerst even praten over degene die op de doos staan. En dan ga ik even lekker dit ding unboxen. Volgens mij zit er niet heel veel in, want het rabbelt een beetje. Ik heb ook geen doosje ervoor, zoals ik hier voor mijn gevouwen bril heb. Maar goed, het zal toch wel leuk worden. Oké, we zijn nu bij de achterkant. En ik weet niet of jullie dit helemaal gaan kunnen lezen op de video, maar ik zal het ook even voorlezen. Hier staat dus Gunner, the power of vision. Gunner is the only patented computer eyewear, recommended by doctors to protect and enhance your vision. Lens design prevents dry eyes, irritation and sharpens detail to ease eye strain. En dan in de andere talen nog en gunners.com. Wat deze bril dus doet, iedereen die langdurig achter de computer heeft gezeten voor een moment in zijn leven heeft wel iets van zijn ouders gehoord gekregen. Je moet niet zo lang achter de computer zitten, want daar gaan je ogen van kapot. En het is niet zozeer dat je ogen kapot gaan, maar je ogen en je hersenen worden wel geïrriteerd door het computerbeeldscherm. En dat komt omdat eigenlijk elk computerbeeldscherm brengt een soort van blauw licht naar buiten. Dat zie je niet, maar dat pik je wel op. En dat zorgt dus voor irritatie en vermoeien in je ogen. Deze brillen, die hebben een gelige lens, dat gaan jullie straks ook zien. En die filteren dat blauwe licht eruit, zodat je dat blauwe licht niet in je hersenen en je ogen krijgt. Waardoor je dus niet moe ervan wordt. Nou, zoals jullie zien, hiervoor op staat groot MLG. En dat staat dus voor Multi-League Gaming. Iedere gamer die heeft er wel een keertje van gehoord. En dat is omdat dit een MLG bril is, zeg maar. Hier staat Gunner. Hier is het verhaaltje waar ik net al over heb gepraat. En hier nog een keertje Gunner. En op de zijkanten zitten leuke stickers en dergelijke. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om het product. Dus ik ga nu lekker het doosje voorzichtig proberen open te maken. En wat gaan we hierin vinden? Als eerste. Een boekje. Ah, dat is mooi, hè? Dat is mooi. Warranty en User Guide. Ik snap niet waarom ze dit erbij geven. Ik bedoel, het is een bril. Dat gooi je lekker weg. Wat vinden we hier nog meer? Een stukje opvullingsmateriaal, denk ik. Alhoewel, dus dat er lijkt wel iets op te staan. Dus laat ik het maar gewoon even helemaal zo doen. Gunner, the power of vision. Oké, dit was dus inderdaad gewoon een opvulstukje. Opvuldingetje, papiertje. En hier hebben we een zakje. En ik moet zeggen, dit is eigenlijk best wel een mooi zakje. Het is niet stevig of zo. Als je je bril hierin doet, dan wordt natuurlijk wel een beetje beschermd tegen krassen. Maar het is niet hard of zo. Het is gewoon een zakje. Dus dat. Maar op zich, het is best een mooi zakje. Leuke opdruk. Ik zal even de bril eruit halen, maar die nog niet aan jullie laten zien. Ik zal er zelf ook nog zo min mogelijk naar proberen te kijken. Het is op zich best wel een mooi zakje. Die ga ik sowieso bewaren. Misschien niet zozeer voor deze bril, maar wel voor andere dingen. Dus dat is het zakje. Oep, die kan ook aan de zijkant. En dan gaan we nu naar de bril zelf kijken. Ja, dit is hem dus. Op dit moment zien jullie waarschijnlijk niet zo heel erg goed dat dit gele glazen heeft. Maar laat me even een wit stukje papier vinden. En dan zie je het eigenlijk nog steeds niet heel erg goed. Je ziet het wel een beetje. Je ziet een beetje, even kijken. Even in focus laten komen. Je ziet daar wel een klein beetje dat het geelig is. Dus dat. Even naar de achterkant te kijken. Hier op de achterkant staat weer Major League Gaming. Dat is heel licht gegraveerd. Dat gaan jullie niet kunnen zien. En ik heb voor deze bril gekozen. Omdat ik hem 1 niet zo heel slecht vond uitzien. En omdat deze wordt gepatenteerd als dat hij goed met koptelefoons past. Omdat hij heel dun is. Dat merk ik ook al. Het frame is gewoon heel erg dun. Vergeleken met mijn normale bril
dat buigt amper. En dan met dit, nou oké, dat achterste gedeelte niet, maar het is gewoon super dun, dat complete frame. Maar goed, daar gaat het niet om. Het gaat er nu om hoe ze passen. Oké, dan nu het moment van passen. Ik heb hem nog niet erop gehad, dus ik ga hem nu voor het eerst opzetten. Oké. Het is heel erg geel. Als je er zo doorheen kijkt. Wow, dat verschilt echt. Dit verschilt echt enorm. Op camera lijken ze helemaal niet zo geel te zijn. Maar het verschilt echt enorm. En het lijkt wel alsof mijn ogen serieus direct beter aanvoelen. Zo niet meer dat soort van geprikkel. Maar gewoon lekker. En de bril zit goed. De neusvleugeltjes iets zachter kunnen zijn. Terwijl ze wel heel zacht aanvoelen met de vingers. Maar op mijn neus lijken ze toch niet helemaal lekker te zitten. Maar goed. Maar het enige wat ik heb is dat de poten niet omkrullen. Dus ze steken gewoon helemaal door achter op je hoofd. Wat een beetje raar aanvoelt aan mijn haar. En ik zeg één ding. Als jij een video- of foto-editor bent en jij moet dus voor de echte kleuren kijken, dat het echt cool uitziet, mooi goed echt uitziet, gebruik dit dan niet. In elk geval, je kunt het natuurlijk wel gebruiken voor gewoon het grove editen, maar op het moment dat je aan kleuren moet gaan werken, zet die bril even af. Want naar buiten kijken ziet er wel een stuk cooler uit. Dat wel, buiten ziet het er een stuk fijner uit. Maar de kleuren op het scherm, ja, ze worden gewoon geler. Je kijkt door een gelige bril heen. Dus dat. Maar ik heb wel direct het gevoel alsof het helpt. Dus ik ga nu even oppassen met mijn koptelefoon. Ze hebben gelijk. Je voelt echt helemaal niks van die koptelefoon. Ja, de bril die zit wat strakker op je hoofd. Maar ik merk er niks van. Ik heb er nu natuurlijk pas 10 seconden op. Maar ik denk niet dat ik van deze bril in lange gamesessies last ga krijgen. Dus is op zich vrij relaxed. Koptelefoon. Ik voel amper iets van die bril. Ik voel er natuurlijk wel wat van. Maar dat is echt minimaal. Echt minimaal. Dus ik zou zeggen, Gunner. Hey, Gunner, goed gedaan. Ja, waarschijnlijk gaan jullie dus vanaf nu in mijn video's mij met deze bril opzien. Heb je er echt zoiets van, nee, Frank, doe alsjeblieft niet tijdens de video's. Laat het even weten. Ik denk niet dat ik daar ga luisteren. Want ik heb liever gewoon goede ogen. Maar goed, ik ben echt benieuwd dat ik helemaal ben vergeten jullie te vertellen waar deze bril nu voor is. Eigenlijk is bedoeld. En deze bril is bedoeld voor iedereen die langdurig achter een beeldscherm zit. Computerbeeldscherm, televisiebeeldscherm, telefoon. Dat maakt allemaal niet uit. Ze geven allemaal dat blauwe licht af. En met langdurig bedoel ik niet een film kijken bijvoorbeeld. Dat bedoel ik niet. Maar ik bedoel, achter de computer zitten is je werk. Of je hebt net zoals ik geen leven en je games de hele dag met vrienden. Dan is dit gewoon geweldig. Want op korte duur maakt het blauwe licht niet zo heel erg veel uit. Maar op lange duur wel. En met lange duur, echt, ik bedoel dus sowieso wel 2 uur per dag. En dan niet met film. Ja, ik weet, een film is 1,5 uur. Maar dat bedoel ik niet. Want dat is anders. Meestal zit je met een film verder van het beeldscherm af. Terwijl met computeren, je zit er gewoon rechtop. Ik heb laatst ook een video gezien van professionele gamers. En een zo'n man, die zat echt met zijn scherm hier. Het scherm stond zo dichtbij dat zijn handen met zijn toetsenbord en zijn muis achter het scherm zaten. Hij legde zijn armen zeg maar onder het scherm door. Zeker dan worden die ogen heel erg aangetast. En hij had geen bril op. Dus ik zou zeggen, Gunner, sponsor hem. Want hij heeft zo'n bril nodig. En, wow, oké. Het werkt ook een beetje als zonnebril. Dat is wel fijn. Maar goed. Maar of met je werk, of met je hobby, of wat er ook, als je langdurig achter beeldschermen zit, dag in dag uit, koop zo'n bril. Het is niet super duur. En het, ik heb al andere mensen erover gehoord dat het echt gewoon werkt. Ik weet dat zelf nog niet helemaal, wat ik zeg. Ik heb deze bril nog niet eens 10 minuten. 10 minuten geleden denk ik dat de
postbezorger een keertje binnenkwam. Nou oké, ik ben nu 12 minuten met deze video bezig, dus een kwartier geleden kwam die postbezorger. Maar goed, hey mensen, bril kopen, links staan in de beschrijving, ook naar mijn Facebook en Twitter pagina en dat soort dingen. En naar de pc en naar de muziek die ik gebruik. Mensen, laat even een like achter als je de video leuk vond en vond je de video nou echt heel tof. Abonneer dan ook even, ik ben er wel heel erg voor het kijken van deze video. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende. Ciao! Oké, de koeler is nu los, zoals je ziet. Ik kan hem ervan afhalen. Nu moet je niet die koeler er gewoon heel leuk van aftrekken. Want er zit namelijk nog hier een draadje voor de ventilatoren. Die moet je ervan afhalen, want anders trek je het kabeltje kapot en dan doe je ventilatoren. Oké, nu moet je eigenlijk al goed bekijken.